Oké, er komt een 5 kilometer ei uit. Laten we hopen op Magby of Elekid. Een Mankey, helemaal niet verkeerd. Is leuk voor de fighting badge, ga ik niet over zeuren. Het is beter dan een Wooper. Hallo dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een nieuwe aflevering van Pokémon Go. We zijn hier weer met wat eitjes en oudere clips en weet ik het allemaal. Ik weet allemaal niet waar ze vandaan komen. En Teddy Ursa. Teddy Ursa is gewoon schattig, dus daarom vind ik het hier erg. Ik weet niet wat het is met Teddy Ursa. Ik heb gewoon een beetje voortrekkerij voor die Pokémon, want het zo cute is als Teddybeer. We hebben hier een LXM 1617. Ik weet niet of dat goede IV's zijn of niet. Het maakt me niet zo heel veel uit. Ik bedoel, we gaan gewoon kijken of we een LXM kunnen vangen. Komt uit een raid. Het is gewoon, ja, gewoon leuk om te hebben. Het is nog niet tijdens het Halloween event deze clip. Komt omdat we natuurlijk 3 weken lang geen clips hebben kunnen editen. Vandaar, even zien, dit is een prima Pokémon verder. Elke zijn is leuk om te hebben. 1, 2 en... Ah, bijna met de eerste bal, dat is jammer. Nou, kom maar gewoon door naar de tweede bal. En eens kijken of het lukt met de tweede bal. Wat gebruiken we voor bergjes eigenlijk? Ik weet het niet, gewoon een raspberries denk ik. Even zien, we hebben een Great Curveball. Blijft die zitten. 1, 2, 3. Top, we hebben hem gevangen. Dan gaan we lekker door naar het volgende. En het volgende is weer een eitje. Is een 5 kilometer ei. Kom op nou, de Magby of de Elekid. Kom, 1 van de 2. 1 van de 2, kom. Een Omastar. Oké, ja. We hebben geen Cthulhu nodig. Dus ja. Helaas. Helaas. Nou, we hebben maar een Blastoise raid gedaan. Want de raids op het moment, er is niet zo heel veel te raiden. Het is vlak voordat Suicune uitkomt. Het zou best wel kunnen dat de eerste Suicune raid die ik ooit gedaan heb nog in deze video zit zometeen. We hebben een Great Curveball op de Blastoise. Nou, moet toch lukken op zich. En gelijk eruit. Oké, dit is een eigenwijze Blastoise, dat is vrij duidelijk. We geven hem een Raspberry, want hij is mijn Golden Raspberry niet waard. En huppatee. We hebben weer een Great Curveball. Oké, en dan is het 1. 2. En bijna, we hadden hem bijna, helaas. Gaan we gewoon door, we gaan gewoon weer voor een Raspberry. Want, ja, yeah, ik heb er geen zin om Golden Raspberries te gooien. Mooi moment om te gooien, dit. Weer een Great Curveball. Ik ben tevreden als het een Great is, weet je. Als het een Excellent is, is het nog leuker. Maar Great is goed genoeg. En we hebben hem. Mooi, we hebben een Blastoise gevangen. Gaan we nu door naar de volgende Pokémon. Oké, nou, dit is een beetje een vreemde bug. Zoals jullie op de achtergrond kunnen zien, zien we gewoon de Great Ball nog half in het scherm. En ik dacht, ik wilde dit even met jullie delen, dat dit ziet er heel raar uit. En ja, ook wel even grappig, gekke bug. Oké, we hebben weer een ei wat uitkomt. Nou, geef ons alsjeblieft, nou gewoon de goede Pokémon. Het zou best wel kunnen dat we tijdens het Equinox Event zitten op dit moment. En ja, via het Equinox Event krijg ik niet de baby's die ik wil. Dat is een beetje een ding. Ik weet eigenlijk bijna wel zeker dat het allemaal Equinox eieren zijn dit. Dus ja, we gaan niet onze baby's kunnen krijgen hieruit. Maar dan ben ik best wel tevreden met een Eevee, want ja, goede IV Eevee. Oké, we hebben hier een Tyranitar, dit is een 2039. Is een waardeloze IV, maar dat maakt niet uit. Want ik geloof dat de max IV 2107 was ofzo. Kan ik ook verkeerd zeggen dat het 2097 is ofzo, maar in ieder geval, deze zit daar niet echt in de buurt. Dus ja, we gaan gewoon lekker rustig gooien met onze Golden Raspberries. Het blijft een Tyranitar, is leuk voor de candy, is goed om te gebruiken als we een andere Tyranitar te uppen hebben. Oké, deze Tyranitar heeft er geen zin in. ADHD'er, het mag iets minder. Nu gooien. Oké, we hebben een Great Curveball. Hij stond echt op het punt om weer gek te gaan lopen doen. Dan is het 1, 2, 3 en we hebben hem. Hey, helemaal mooi. Oké, er komt 10 kilometer uit. Laten we hopen op iets leuks. Het is een Snorlax. Hey, ik ben tevreden met Snorlax. Ik bedoel, liever een Larvitar of zo, maar Snorlax vind ik helemaal niet erg. Helemaal blij mee. Oké, ik heb hier dan nu eindelijk de eerste Suicune raid die we ooit gedaan hebben. Ik bedoel, ik zal een groot deel van de Suicune raids en zo er gewoon uitlaten, want echt relevant is het al niet meer. En aankomende donderdag komt Raikou er al aan. Dus ja, dat is helaas gewoon een gemiste kans, maar ja, we gaan gewoon even kijken. Wat wel al opviel met deze eerste raid is, Lugia is een enorme tank. Maar de damage doet hij gewoon niet. Dus ja. Lugia, goed om te gebruiken tegen Suicune. Maar gebruik hem dan als laatste Pokémon. Zodat je extra damage ballen in ieder geval toch nog krijgt. Even zien. We gaan wel lekker naar aanval op dit moment. Kijken of we nog wat damage kunnen doen. Lugia gaat vanzelf plat. En dan kunnen we door met de Zapdos of de Exeggutor of wat dan ook. Want ja, die doen gewoon een heel stuk meer damage. Even rustig aan. Ik bedoel, Lugia, onze Lugia is een behoorlijke tank omdat hij ook CP 3000 is. Dus ja, dat is altijd wel een klein dingetje. Oh, hij gebruikt Water Pulse. Ja, oké, gezellig. En dat was dan de eerste Lugia. Dat was ongeveer een kwart van de tijd. We zijn met 8 mensen en toch gewoon amper damage, hè. Amper damage. Maar helaas, Lugia, ik bedoel, hij heeft het lang volgehouden. Hij heeft het lang volgehouden. Dat is in ieder geval wel een dingetje. We gaan even kijken of we dan met de Zapdos wat meer damage kunnen doen. Ik bedoel, Zapdos neemt al gelijk een heel stuk meer damage zelf op dit moment. Dat valt al wel op. Maar op zich doen we redelijke schade aan. Ik bedoel, het gaat een heel stuk sneller dan toen met Lugia net. Dus we zijn ook al bijna op de helft van de damage als ik het zo goed zie. Even kijken, nou, dat was Zapdos down. Niet erg natuurlijk, we kunnen door naar Exeggutor. Die heeft een Solar Beam als charge move. Dus dan doen we een volle dosis damage als we daarmee kunnen. Het is op het moment trouwens wel, als je aan het aanvallen bent in tegen gyms of raids. Het is eigenlijk, je bent altijd of met Psychic types bezig. Of in ieder geval een Pokémon die een Psychic type move kan leren. Een Dragon type. Of een Stone slash Ground type. Dus ja, vond ik wel iets dat behoorlijk opvalt. Je gebruikt je Fire types of zo, gebruik je eigenlijk zo goed als nooit. Of nou, Electric types ook nog wel eens. Ik bedoel, ligt eraan een beetje wanneer. We hebben nou niet echt hele geweldige Electric types in de game. Ik bedoel, Zapdos is de sterkste, denk ik. Dus ja, of Raikou als je die al hebt natuurlijk. Maar hey, wat je wil. Ik bedoel, ik ben tevreden met hoe het op het moment werkt binnen het spel. Qua typeverdeling en dat soort dingen. Hoewel ik toch wel graag zou zien dat Pokémons als een Vaalbloem wat dichterbij in de buurt kwamen van een Venusaur of een Meganium. Gewoon zodat het allemaal een beetje eerlijker verdeeld zou zijn. Ook binnen de typing zelf natuurlijk. Want op het moment is het vrij simpel. Je moet gewoon je Dragonites, je Tyranitars hebben. En dan win je het wel. Ook al heb je geen type advantage. Terwijl een Pokémon die wel type advantage zou hebben. Zoals een... Kijk, dus stel je gaat met een Tyranitar tegen een Suicune. Dan heb je met Tyranitar geen type advantage. En met een Vileplume bijvoorbeeld wel. Maar dan kun je dan nog steeds net zo goed met een Tyranitar gaan. Want Tyranitar is gewoon veel sterker in attack en dat soort dingen. En ja, dat vind ik toch wel een beetje jammer. Want daardoor worden eigenlijk gewoon een hele hoop Pokémons afgeschreven als nutteloos. En zou, ja, ik zou het leuker vinden als gewoon alle Pokémons een beetje hetzelfde niveau zouden zitten. Dan zou ik nu hier omsingeld zijn door Vileplumes bijvoorbeeld of wat dan ook. En niet altijd maar standaard met Gyarados. Met Tyranitar, met Golem, met Lugia, met... Noem het maar op, weet je. Het zijn eigenlijk altijd al dezelfde Pokémons. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ja, vind ik gewoon jammer. Ja, dat zijn mijn gedachten. We hebben hier in ieder geval bijna onze eerste Suicune down. En dat zal dan ook gelukkig de enige Suicune zijn voor deze video. Want, nou ja, het duurt vrij lang, hè. Om dat allemaal te doen. Even zien, krijgen we een mooie. We hebben een 1575. De max CP voor een Suicune dat met 100 IV is 1613. Dat weet ik dan nog weer wel. Krijgen 3 rare candies, die zijn altijd leuk om te hebben natuurlijk. En dan hebben we 10.000 XP. We krijgen hoeveel ballen? Oké, rood krijgt niet heel veel ballen. We hebben 10 ballen. Ik bedoel, we hebben 3 ballen voor damage, want ja, we hebben echt veel damage kunnen doen. We gaan hier met de Suicune dan nu. Dit is de eerste Suicune die we ooit encounteren. Dus op zich, het is niet zo heel erg als het fout gaat. We hebben er nog genoeg te gaan namelijk. We gaan voor een Nano Berry. We gooien een Great Curveball. En laten we hopen dat we gewoon een Savage Season hebben op de Suicune. 1. Oké, we hebben geen Savage Season. Dat is jammer. Nou, we hebben nog 9 ballen om het te proberen. We gaan nu voor de Golden Raspberry. Hij heeft behoorlijk ADHD. Huppatee. We hebben een Great Curveball. Met een Golden Ras hebben we onze eerste Suicune gevangen. 1. 2. 3. En we hebben de eerste Suicune gevangen. Helemaal mooi. Nou, er komt nog zo'n speciaal ei uit. Laten we hopen op wat leuks uit dit 5 kilometer ei. Kom op, geef ons iets moois. Een Eevee. Oké, ben ik tevreden mee. Ja, we hebben hier een speciaal 2 kilometer ei. Hier kunnen Dratini's uitkomen, hier kunnen Larvitars uitkomen. Jullie weten dat we graag dit soort dingen hebben. Hé, we hebben een Larvitar. Die is helemaal mooi. Kunnen we goed gaan gebruiken voor het sterker maken van onze 100% Tyranitar. Oké, we hebben weer een 10 kilometer ei. Op zich is Porygon qua candies nog wel leuk om te gebruiken. Of... Oh, hey, we hebben Porygon. Oh, dat is leuk. Goed om te hebben. Mooi. Prima. Tevreden mee. Mij hoor je niet klagen. Oké, we hebben nog een 2 kilometer ei. Laten we hopen op iets moois. Laten we hopen op iets leuks. Laten we hopen op een... ja, iets leuks. Hoe dan ook, als je genoten hebt van deze video, laat hem weten met een like. Hiervoor komt natuurlijk als mensen subscribe. En dan zie ik jullie weer bij de volgende. Dit is het Tarok. Yay! Doei!